Jean-Jacques Smoothie, daarnet hier bij Seedance in Gent. En dat was uiteraard Two People een goede dag toegewenst. En welkom tot 10 uur vanavond. Is het weer om tijd geworden voor een nieuwe aflevering van Buffalo Radio. Met straks Pietman die langskomt in de studio om alle nieuwtjes over het sfeercomité van Agent te vertellen. Sam, de webmaster van de Agent website, die komt ook langs. En straks hebben we ook nog een exclusief interview met niemand minder dan Morten Petersen. Reden genoeg dus om te blijven luisteren. Of je kunt ook blijven luisteren voor de betere dance hits natuurlijk hier bij Seedance. Ik vind dat een hele hoop mensen niet weten hoe leuk het is om supporter te zijn. En mijn bedoeling is op de radio om dat aan iedereen te vertellen. En iedereen die ook enthousiast is over Agent en over het voetbal, die nodig ik uit. En de soort kettingreactie. Dat is dus mijn doelstelling en zal misschien wel lukken. We zouden dat zo doen dat er dus een vak blauw is en een vak wit, net zoals het tifo, maar dan met vlagjes. Ik denk dat dat een heel leuk gezicht is, dat we dan speciaal muziekje draaien dat je dan met die vlagjes zwaait. Ze hebben nog altijd een Delvrie vak nog gedaan, dat is ook enorm voor aangeslagen, dus we gaan dat ook nog eens proberen. Voor de rest, ja, is er niet echt onmiddellijk iets te melden. Ik denk dat ook het feit dat de club vraagt welke muziek moet er draaien, omdat dat ook positief is. Dus als ze effectief van mee bezig zijn, wat dat goed is, wat er minder goed is. Allee, hoe kunnen we de supporters meer plezier en zo? En ik denk dat dat zeer belangrijk is. Je sprak net over een website. Wat is het adres daarvan? Waar kunnen supporters dat op vinden? Het adres daarvan is www.kagent.com of gewoon kagent.com zonder www kom je er ook terecht. En hoofdzakelijk is nog altijd de radio waar het programma eigenlijk live op komt. Waar kunnen supporters dat daarop vinden? Het programma wordt uitgezonden op een zender voor de jeugd, Seedance. En die is heel goed ontvangen in het zuiden van Gent. In het centrum van Gent is het iets minder, maar daar werken we aan. En ik heb speciaal gekozen voor Seedance, omdat het een zender is voor de jeugd. En ik denk dat Agent vooral supporters moet bijkrijgen van de jeugd. Vandaar, ja, is nogal logisch.